Die Kouga Municipaliteit is een belangrijke bondgenoot voor die Nelson Mandela Bay Metropools economische plan om die toerisme, landbouw en vissersbedrijf te versterken. Dit vormt deel van die Sarah Baartman district en is gelees zo'n 30 kilometer van Port Elizabeth. Voor die DA was het een geskiedkundige oorwinning. Voor jaren lang, eigenlijk 13 jaar, het die ANC regeer in Kouga en hy het heeltemal verval. Ik bedoel, niet net alleen die ANC nie, maar die municipaliteit. Van Lingen sê, dis ook een voordeel dat die DA voortaan die aangrenzende Nelson Mandela Bay Metropool gaan regeren. Die oomblik wat jij een metro in een provincie bestuur of beheer, dan kan je een groot gedeelte van jouw GDP drijf om mensen in dienst te nemen. Je is in beheer daarvan. Als je met die inwoners van Jeffreys Bay in die Kouga municipaliteit gesels, sal hulle vir jou sê dat die ANC oor die afgelope 13 jaar maar min vir die gemeenskap gedoen het. Mensen hier is nou hoopvol dat zaken onder een nieuwe DA-regering vlot en beter zal verloop. Ek is tevrede wat die DA gewen het en hulle moet ook nie meer kom belofte sê. Hulle moet hulle beloftes nakom. Die DA gaan een change brengen in Jeffreys Bay. Ons gaan werksproblemen gaan opgelost worden. Nee, ons is baie hartseer oor die ANC verlore die. Maar hulle het ons baie mense wat teen hulle gedraai het, wat hulle beloof het, goed wat hulle doen in 5 jaar, wat ons niks gekry het. JP Keiter, 1 Nuus, Jeffreys Bay.